bij Vlogmas, dag 20. Het is momenteel 8:30 ochtends. Ik ben aangekleed, gedoucht, opgemaakt, alles. Ik heb kleren ook aan. Ah ja, aangekleed. Ik heb dit aan momenteel. Look at the belly. Getting bigger and bigger. Maar 's ochtends valt het nog mee. 's Avonds is die echt gigantisch. Niet normaal. Maar ik heb me dus al klaargemaakt. Ik ga ook ineens kleertjes voor Mialumi nemen. Want wij hebben om 11 uur hebben wij een klein eventje waar dat we naartoe moeten gaan. Van 11 tot 1 is dat. Dus we moeten ervoor Mialuutje gaan afzetten bij Andres en mama. En die dan ook voor 1:30 gaan ophalen. Dus oh wauw. Jongens, de lucht is zo mooi deze ochtend. Oh, ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Maar kijk, zo die roze schijn ertussen. Echt super, super mooi. Maar dus ermee dat ik mij al ben gaan klaarmaken, want we moeten er echt om 11 uur stipt zijn. Dus dat wil zeggen dat we Mialuutje tussen 9:45 en 10:30 moeten gaan afzetten. Dus ja, dat wil zeggen dat we hier ook al rond 10 uur of zo moeten vertrekken. Dus ermee dat ik dacht, ik ga mij al even douchen. Mialu heeft heel flink geslapen, ze is nu heel flink aan het spelen voor ik beneden. Maar dan kan ik haar ook ineens aankleden en zo kan Andres rustig gaan douchen. Kan ik nog rustig ontbijtje eten samen met hun. Of kunnen wij samen rustig ontbijtje eten. Dus dat is het plan voor nu. Ik weet niet wat de rest van de dag nog gaat geven of gaat brengen. Maar dat zullen we wel allemaal zien. Oké, wij zijn klaar om te vertrekken. Kijk hoe mooi jasje dat Andres aan heeft. Hola. Echt heel, heel mooi. Mialuutje is ook aangekleed. Een bal, maar die gaan we niet meenemen naar Abby en Bobo. Die hebben daar een bal voor jou. Ja, die mag hier blijven, hè. Kom, hè. Ik moet zeker die dingen op de gang ook meepakken voor Emma. Yes. Voilà, wij gaan vertrekken. Beginnen aan onze dag. Mialuutje afzetten. En dan zien we nog wel wat we deze middag gaan doen. Dat weten we nog niet. Let's go, babe. Wij zijn net terug thuis. Het is ondertussen wel al 3:15. Andres heeft Mialuutje in bedje gelegd. Maar ze is niet echt aan het slapen. Ze is nog naar van alles aan het wijzen en zo. Dus ik weet niet of ze effectief nog gaat slapen, maar in de auto was ze wel in slaap gevallen. Dus daarmee dat wij dachten, we gaan haar nog even in bedje steken. Ja, ze was letterlijk 5 minuten in slaap gevallen. Dus wij dachten, dan gaat ze nog wel verder willen slapen thuis. Maar nu staat ze recht in haar bed en is ze naar van alles aan het wijzen. Dus ik weet niet wat ze gaat doen, we zullen wel zien. Maar wij gaan even nog iets eten. We hebben er net al wel zo wat hapjes en zo gegeten, maar nog niet echt iets van lunch. Dus we gaan nu nog even iets eten. En het klinkt niet echt alsof ze gaat slapen, hè. Ze staat ook letterlijk gewoon recht in haar bed. Maar ja, we zien wel. Het kan zijn dat wij deze middag nog gaan afspreken met onze beste vrienden. Dan kan Mialuutje nog spelen met hun zoontje, met mijn metekindje. Ofwel gaan wij naar hun, ofwel komen zij naar ons. Dat weten we nog niet, dat zien we nog wel. Maar onze beste vriendin, die is 37 weken zwanger ondertussen. Dus dat gaat voor een van de, misschien wel dagen, een van de weken sowieso zijn. Dus heel, heel spannend. En Mialuutje is daar ook altijd heel, heel graag. Dus daar gaan we misschien nog mee afspreken deze middag. We zien wel. Ik weet niet al slapen. Nee, hè? We gaan nog een paar minuutjes afwachten. Maar ik vrees dat zij niet gaat slapen. Dus we zien wel. Het is trouwens ook finale van het WK vandaag. Oké, dat wil het blijkbaar niet. Ah, nu wel. Rustig. Ja, het wou me scherp stellen. Dus Andres heeft lekkere hapjes uit de airfryer gepakt. En dit is echt ons leven met een kind. Gezellig hapjes op tafel met dan haar popje naar drinkbus en haar speelgoed. En zij is flink aan het spelen terwijl. Filouken is hier ook en Andres zit onder het dekentje. Dus ja, wij gaan momenteel even gezellig naar de voetbal kijken, mijn hapje. En dan zien we nog wel wat het verder brengt. Filou. Dat is toch niet normaal. Ik denk, Mia Louise gaan slapen, nu kan ik.
Nu kan ik knuffeld worden. Dat is echt niet normaal. Mia Lutje die ligt inderdaad in bed. Het is 7:30. We zijn nog naar de prijsuitreiking aan het kijken van de voetbal. En we hebben geen idee wat we daarna nog gaan doen. Allee, hij is weer begonnen, zo, hè? Ik verveel mij. Ja, dat bedoel ik dus, hè. We hebben nog geen idee wat we gaan doen als de finale gedaan is. Want er is niks op tv. We hebben geen serie meer die we kijken. Geen leven meer op zijde. Wat heeft het dan voor zin? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Die doeken. Ja, we zien wel. Hoe tanden gaan eruit? Hey guys, we zijn de volgende ochtend en bij het bewerken zag ik dat ik eigenlijk helemaal niet veel gefilmd had voor de video van Vlogmas dag 20. Ja, het was gewoon best wel hectisch omdat wij weg... Allee, omdat we zo even een paar uurtjes een eventje hadden en zo. En eigenlijk hebben wij gewoon de rest van de dag ook niet zo heel, heel veel gedaan. Buiten dan, ja, de WK-finale en zo gezien. Dus niet zo heel veel, ook niet om echt te delen met jullie. Maar ik dacht misschien wel... iets ja, leuk om te delen of iets wat veel mensen zich misschien wel afvragen of een vraag die ik toch regelmatig krijg of waar ik met andere mama's of andere vrouwen in hun zwangerschap wel mee over praat, is hoe ik deze zwangerschap momenteel ervaar, ja, door eigenlijk de vorige te verliezen en ja, dat aspectje mee te maken en ook ja, met dat dit natuurlijk helemaal een andere ervaring is doordat wij al een kleine peuter rond hebben lopen hier thuis. Allee, peuter eigenlijk in principe is hij nog geen peuter, maar you get what I mean. Dus weet je, er zijn wel een aantal aspecten die maken dat deze zwangerschap voor mij een andere ervaring is dan de zwangerschap van Mia Lou bijvoorbeeld. Iets wat ik zeker de laatste ja, 3 weken toch wel zeker heel veel merk, is dat ik ook weer last begin te krijgen van harde buiken. Pas op, dat had ik bij Mia Lou ook wel redelijk vroeg. Ik ben nu bijna 23 weken ver. Ja, weet je, dat had ik bij Mia Lou ook wel redelijk snel, om het zo te zeggen, in de zwangerschap. Er zijn vrouwen die dat echt pas op 33, 34, 35 weken of zo krijgen. Ik had dat bij Mielu ook al wel, ik denk ja, 22, 24 weken of zo begon ik daar ook al wel last van te krijgen. Maar wat ik gewoon nu ook wel merk, en dat is vaak een teken, merk ik dat, het, dat ik te veel aan het doen ben of dat ja, voor mijn lichaam net iets te veel is en ik wat meer rust moet pakken en zo. Maar dat aspectje is wel net iets moeilijker nu. Met dat Mielu hier ook fulltime thuis rondloopt. Dat hij niet naar een onthaalouder of zo gaat of naar de crèche. Dus dat is natuurlijk wel een andere ervaring. Tijdens de zwangerschap van Mielu kon ik gewoon in de zetel gaan zitten als ik moe was. Of als ik voelde dat het een beetje te veel was. Dan kon ik gewoon echt rust pakken en iets kijken op tv of weet ik veel wat. Nu gaat dat gewoon iets minder. Omdat zij er ook wel is en je ook wel voor haar moet zorgen. Plus, zij wordt nog wel graag gepakt en geknuffeld en dat soort dingen ook wel. Dus ja, dat maakt gewoon dat het sowieso wel net iets zwaarder is voor mijn lichaam op dat vlak. Hè. Dus dat is wel eentje die daar zeker bij meespeelt. En misschien andere mama's die in verwachting zijn van een tweede of een derde kindje of zo, dat ook wel zullen herkennen als ze er thuis al hebben rondlopen, dat dat toch wel een andere ervaring is van zwanger te zijn. Plus, ja, ik was ook mee... Tijdens mijn zwangerschap van Mielu was ik ook zwanger tijdens heel de corona, heel de lockdowns, alle maatregelen die toen gelden. Dus sowieso was er van sociale events of ja, sociale to-do's, om het zo te zeggen, was er veel minder sprake. Je moest veel minder... Allee, of je had sowieso veel minder contact met andere mensen buitenshuis. Dus het was eigenlijk gewoon ook ja, op dat vlak wel rustiger. En dat merk ik ook wel nu, dat dit gewoon wel intenser is en anders is qua ervaring in combinatie dan mijn kindje dat we al hebben rondlopen thuis en dergelijke. Dat dat toch wel ja, gewoon anders is als toen. Nu, wat heel veel mensen mij ook vragen, hè, zeker ook mensen die een miskraam hebben gehad of die al een kindje verloren zijn of dat soort dingen, is hoe het bij mij eigenlijk zit met angst tijdens deze zwangerschap. En natuurlijk is dat wel anders, hè, want ik moet zeggen, toen ik zwanger was van Mielu heb ik eigenlijk maar heel weinig daaraan gedacht of ermee bezig geweest in mijn hoofd dat er iets zou kunnen mislopen of ook doorheen de zwangerschap dat er qua ontwikkeling iets zou kunnen mislopen of dergelijke of zo. Daar was ik totaal niet mee bezig, daar maakte ik mij totaal echt letterlijk geen zorgen over. Nu was dat natuurlijk wel net iets anders, maar ik moet wel echt zeggen dat vanaf het eerste moment dat ik zag dat die zwangerschapstest positief was, dat ik wel echt zoiets had van, en echt wel die mindset had van oké, weet je, dit gaat gewoon allemaal goed komen. Alles gaat helemaal lopen, gelijk het moet, gelijk het bij Mielu ook is gelopen, dat komt helemaal goed. En ik had een beetje als hou vast dat er heel
dat het percentage vrouwen die meerdere miskramen achter elkaar hebben, of meerdere zwangerschapsverliezen, of het verlies van een kindje achter elkaar, of na elkaar, dat eigenlijk redelijk klein is. Dat is procentueel is dat een heel klein percentage. Dus dat was echt iets waar ik mij aan vasthield. Wilt dat zeggen dat het sowieso niet had kunnen mislopen? Tuurlijk wel, er kan altijd iets mislopen. Maar dat was voor mij gewoon echt een houvast, waardoor ik die angst wel ergens kon loslaten en ik mij daar echt op vastpinde. Maar allee, los daarvan, natuurlijk bij elke controle was dat wel heel spannend. Hè? Want wij hebben de eerste 12 weken hebben wij 3 echo's gehad en dat was toch elke keer wel spannend en toch elke keer echt wel een heel grote opluchting dat alles gewoon helemaal oké bleek te zijn. Dus die angst probeer ik wel los te laten. En nu nog steeds. Uiteindelijk, ik voel hem veel bewegen en al dat soort dingen. Maar weet je, er kan altijd nog iets misgaan. En je leest ook heel veel verhalen. Je hoort ook heel veel verhalen op social media de dag van vandaag. Van mensen die tijdens hun zwangerschap, ook al zijn ze al in de 11 of verder, of bijna in de 11, dat er toch nog iets niet oké blijkt te zijn. Dat er toch nog iets misloopt. Dus het kan op elk moment in de zwangerschap. Maar daar probeer ik mij niet te veel op vast te pinnen. Probeer ik niet te veel over na te denken. Omdat ik ook niet continu in angst wil leven of probeer om daar niet continu in te zitten. Ook al is die kans er natuurlijk wel, maar ik wil gewoon ook echt wel genieten hiervan en er gewoon ook echt wel van uitgaan dat alles deze keer helemaal goed gaat lopen en dat wij in april een gezonde baby op de wereld kunnen zetten en die dan gewoon gezond bij ons kan zijn. Dat is het idee of de mindset die ik probeer vast te houden. En wat ik ook wel vaak hoor van mama's die een tweede, derde zwangerschap hebben. En wat ik gewoon ook bij mezelf wel merk. Ik heb echt wel het gevoel dat mijn buik groter is deze keer als bij Mialu. Of dat effectief zo is, ja, dat weet ik natuurlijk niet 100%. Ook als ik vergelijk met foto's, dan denk ik, oh, dat is eigenlijk wat hetzelfde. Dan denk ik, hier is die precies toch wel veel groter nu als toen. Dus denk er ook een beetje van af en zo. En ja, je kunt dat natuurlijk ook niet 100%. Vergelijken, maar ik voel hem bijvoorbeeld ook al echt hoog bewegen, stampen deze keer. En dat had ik precies bij Mialu eigenlijk niet zo heel veel. Dus ik denk ook wel dat hij iets groter gaat zijn. Het is ook een jongetje. Mialu was gewoon een heel kleine baby ook. Ze is op 38 weken geboren en zij was maar 46,5 centimeter. 3,1 kilo. Dus dat was wel oké. Maar ik veronderstel wel dat hij iets groter gaat zijn als dat. Nu, ja, wat daar ook wel ergens mee meespeelt, denk ik, is dat ik gewoon voor mijn zwangerschap van Mialu wel in een betere shape gewoon ook was. Ik sportte daarvoor veel meer. Tegenover de afgelopen 2 jaar heb ik eigenlijk heel weinig gesport en gewoon wat gefocust op het bewegen en het wandelen en zo, maar echt van sporten of workouts gewoon veel minder gedaan dan dat ik ervoor deed. Dus het is ook logisch dat mijn lichaam iets minder sterk is en gelijk mijn buikspieren en zo gewoon minder ontwikkeld zijn nu dan toen. Plus in combinatie met dat mijn lichaam natuurlijk al weet wat het moet doen en hoe het moet groeien en hoe het moet uittrekken en dat al allemaal is uitgerokken geweest, die spieren en die banden en weet ik veel wat. Ja, dat speelt natuurlijk ook wel mee, denk ik, in het feit dat die buik natuurlijk net iets sneller naar voren of net iets groter wordt of weet ik veel. Dus ja, ik denk wel dat mijn buik iets groter is. Ik heb toch wel ook dat gevoel alsof ik zo iets meer al druk hier voel. Allee, zo hier van boven. Maar ik zeg het, bij Mialu precies echt pas de laatste 5, 6 weken of zo had. Dus ik denk dat hij gewoon ook iets hoger zit, iets groter ook is als haar. Maar ja, dat zullen we allemaal wel zien eens dat hij geboren wordt. En ik probeer er gewoon volop van te genieten en gewoon echt mij vast te houden aan alle dingen die goed lopen. Tot nu toe zijn alle controles ook gewoon helemaal vlekkeloos verlopen. Zag alles er helemaal goed uit. Dus daar ben ik enorm, enorm dankbaar voor. En ik kijk er gewoon echt naar uit om nu deze feestdagen ook gewoon dat mijn familie mij ook eens zwanger kan zien. Want bij Mialu is dat bijvoorbeeld helemaal niet gelukt. Buiten natuurlijk onze ouders en onze grootouders. Die hebben mij wel zwanger gezien toen. Maar het grotere deel van de familie heeft mij nooit zwanger gezien. Omdat wij toen ook geen familiefeestjes en zo deden, omdat dat niet mocht en niet kon. Dus ja, daar ben ik wel heel blij voor, heel dankbaar voor dat dat nu allemaal wel kan en dat die gewoon ook in april onze baby kunnen leren kennen. Eens dat die geboren is en niet pas 7 of 8 of 9 of 12 maanden nadien, maar dat dat gewoon allemaal wel net iets sneller kan gaan. Bij deze, dat zijn een aantal vraagjes die ik heel vaak krijg, waar ik heel vaak gesprekken over heb met andere mama's of met andere mommies-to-be. Dus ja, voilà. Bij deze is dat ook weer een beetje verduidelijkt en dergelijke. Maar ik ga nu wel ineens de video ook afsluiten, zodat ik aan de volgende kan beginnen. Dus hopelijk vonden jullie het een leuke video. Dankjewel om te kijken en tot morgen. Bye bye!